Ik doe er nog één. Een, een beetje een zomers werkstukje. En het is wel een mooi einde. Want de zomer die komt ooit ten einde. En dan gaan we eigenlijk naar september toe. En wat gebeurt er in september? Waar zijn we eigenlijk deze hele zomer al een beetje naar aan het toeleven? Die kriebel die iedereen, denk ik, wel een beetje voelt in de onderbuik. Starfield, de release van Starfield 1 september voor de mensen die het gepre hebben, early access 6 september voor de rest van de wereld. Um, bij ons op de redactie leeft het enorm. Um, iedereen wil de game gaan testen en um, de mensen die naar de Gamescom gingen, die vroegen natuurlijk ook allemaal aan mij: ik wil Starfield spelen, zet mij op die lijst. Meestal kan ik Één of twee mensen op een lijst zetten. Hè. Elke behind closed doors is maar voor een x aantal mensen. En uh, voor een x aantal media per land. En op het moment als wij met z'n naar binnen komen en vijf van de PC's of Xboxen daarin bezet nemen, dan vinden ze dat niet heel erg tof. Meestal krijg je één spot en dan haal ik er, uh, dan zend ik er twee mensen naartoe. Eén is de cameraman, die gaat er gewoon achter staan. Die kijkt mee of ze wisselen af. En dan hebben ze één gaming setup tot hun beschikking. Maar. Starfield is niet speelbaar. Op de Gamescom. Althans, niet dat wij weten. En uh, dat is best een ding aan het worden op het internet. Uh, met name de ponies, de Playstation fans, die roepen van... Ha, ha, ha. Die game is fucking bijna al af. En hij is niet eens speelbaar op de Gamescom. Bladibla, belachelijk. Zie je wel, het wordt helemaal niks. Nou, daar kan ik twee dingen op zeggen. Spider-Man 2 is ook nergens speelbaar. Lopen jullie daarover te zeiken. Uh, GTA hebben we ook nooit kunnen spelen. GTA 5. Lopen jullie daarover te zeiken? Nee. Ten tweede, um, Starfield is gewoon niet een ideale game om te spelen op een beurs. Wij krijgen slots en wij zijn media. Dus gamers is al helemaal een probleem. Wij krijgen slots van een half uur. Dan moet je je voorstellen, een half uur. Dan eerst uh, kom je binnen, word je neergezet. Inleidend praat je, vijf tot tien minuten. Uh, en vervolgens mag je even 15 minuten spelen. Een, 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 een voorgebakken stukje van A. Ah, naar B en that's it. Dan speel je helemaal niks in Starfield. Dan, wat moet je dan over Starfield zeggen? Bij een, een actie, een action-adventure zou je nog kunnen zeggen: oké, okay, het vecht lekker, het ziet er tof uit. Een voetbalgame kan, een racegame kan. Dat soort games kunnen allemaal wel. Maar een grote, diepe RPG die Starfield uh, schijnt te gaan worden. Want ik mag nog niet zeggen dat het zo is. Dat weet ik niet. Die die ja. Dat werkt niet op de Gamescom. De game is absoluut uh, speelbaar. Ik ken mensen die hem gespeeld hebben. Ik ga geen namen noemen. Uh, het is niet. Uh, uh, je, nou, ik ga gewoon geen namen noemen. Uh, IGN heeft het in ieder geval gespeeld in Amerika. Ruim 10 uur. Uh, en die waren allemaal eensluidig, ver enthousiast over de diepte en wat ze hebben meegemaakt. Dus. Dit, 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 laat ik zo zeggen, het feit dat Starfield niet speelbaar is op de Gamescom is. Niet een issue voor mij. Um, daar wil ik het even niet over hebben. Het gaat er mij een beetje over. Starfield. Het is een enorm project. Je weet het. Duizend planeten. Groter dan Fallout 4. 30 uur de main story. Bladibladibla. Um, ambities all over the place. En Bethesda moet gewoon terugkomen van. Ja, Fallout 76. Wat gewoon niet echt een hele goede game was. Uh, hun, hun imago is een beetje beschadigd. Dus. Uh, die hebben iets nodig om weer te laten zien dat zij tot de top behoren. En daardoor is de druk, de verwachting, de hype rond Starfield is hoog. Vergelijkbaar met een cyberpunk. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dat ging ook niet helemaal lekker. Um, dus vond ik het wel eens interessant om te gaan kijken van... Oké, okay, ik bedoel, als het zo ambitieus is, dan heb je tijd nodig. Je hebt tijd nodig om het te maken. Hoe, hoe lang is Starfield dan in ontwikkeling... Hoe lang zijn ze ermee bezig geweest? Wanneer hebben ze iets aangekondigd? En dat, als je dat gaat onderzoeken, dan is dat best wel een vrij complex, weird proces geweest. Waarbij nog steeds niet 100% duidelijk is wanneer men is begonnen. Maar waarbij ik denk ik wel aan het eind van deze video kan aangeven. hoe lang men, denk ik, uh, echt aan Starfield heeft gewerkt. Maar goed, laten we naar... bij het begin beginnen. En uh, dan pak ik er even een trailer bij. Uh, en dat is deze trailer. En dat was in 2018 op de E3. Dat was het moment, het grote moment dat uh, dit gebeurde. En ik was er niet bij. Ik denk dat de jonge garde erbij was. En we kregen dit te zien. En als ik heel eerlijk ben, ik haat dit soort shit. Want het zegt helemaal niks. Maar iedereen ging bug wild. Iedereen ging bug wild. Uh, want het enige wat je zag was die aardbol. En je ziet opeens een spaceship. Daar komt hij aan. En die doet niks. Die draait wat. Um, Bom. Dat was wat er gebeurt. En Starfield. Dit was het eerste moment dat de wereld in aanraking kwam met de nieuwe game van Bethesda. Starfield. Meer hoorden we niet. Meer wilden ze niet zeggen. Uh, 90 seconden lang. Maar het zaadje was wel gepland. En uh, het slimme van dit soort dingen. Alhoewel ik het wel haat. Snap ik ook wel de slimheid hiervan. Rockstar doet het ook een beetje. Hè? Met alleen een uh, GTA. Ik weet niet of het GTA 5 was hoor. Maar, uh, of dat het GTA 4 was met een dollarbil. Wat je alleen zag. Weet je wel. Je gaat fantaseren, je gaat invullen, je gaat nadenken wat het allemaal niet zou kunnen zijn. Let wel, Starfield was ook de eerste nieuwe IP in 25 jaar tijd bij Bethesda. Hè? Daarvoor was het Elder Scrolls. Uh, ik moet dat goed zeggen hoor, Elder Scrolls en Fallout. Om en om. Nu komt daar een nieuwe, een brandnieuwe IP bij. Starfield. Dus dat was ook even wennen. De ambitie spatte er dus vanaf. Maar er werd geen release datum gezegd. Um, er waren wel wat interviewtjes um, met Todd Howard. Met de man van uh, Bethesda. Je weet wel, die man die altijd met die mooie krullenbos en uh, het liriekje aan. En die gaf dan aan van ja, pff, jongens, uh, dit is super ambitieus. Um, far, far away. Weet je wel, uh, we're at the beginning. Uh, vraag er nou gewoon niet te veel over, want uh, we kunnen daar nog niets veel over zeggen. Uh, behalve dan dat het fucking breed gaat worden. In 2020, we gaan twee jaar later, in twee jaar, later, uh, twee jaar tijd is er weinig over die game bekend geworden. Uh, kwam uh, Pete Heinz, dat is uh, een veteraan ook bij Bethesda, ook een hele belangrijke man. En uh, die gaf wederom aan, jongens, uh, back off Starfield. Het is echt nog ver van ons vandaan. Weet je wel, we zijn bezig. We zijn aan het, aan het pionieren, we zijn aan het innoveren. We willen iets maken uh, dat nog niet bestaat. Uh, wat mindblowing gaat zijn, geef ons die tijd, want uh, er is nog niet uh, zo veel. Um, maar een paar maanden later, in uh, november 2020, kwam er een medewerker. Op een industrie evenement, uh, volgens mij uh, meer een soort GDC-achtig iets. En die man hier had een Starfield shirt aan. Mijn hemel, die had gewoon een Starfield shirt aan. En uh, ja, verder zei hij het niet anders over. Ik weet niet of dat een bewust marketing setup was, hè, dat het een voorzetje was. Of dat hij gewoon dacht van, hé, hey, ik doe gewoon een Starfield shirtje aan. Hartstikke leuk, want we hebben ze toch liggen. Mensen dagen van: Oké, okay, hij doet dit, want het is november, december 2021. Dat betekent dat Starfield in 2022 gaat uitkomen. Dit is gewoon: we worden alvast een beetje guerrilla-stijl uh, uh, lekker gemaakt met iets wat gaat komen. En waarom niet? 2018, 2021, uh, drie, vier jaar, weet je wel. Het zou zomaar gaan kunnen. Uh, maar de, de rest. Officieel werd er niks gezet. Uh, 9 maart 2021 werd de deal met Microsoft gesloten. 7,5 uh, miljard uh, heeft dat gekost. En Bethesda was voortaan een onderdeel van Microsoft. Heel veel mensen dachten ook: ze wachten daarop. Ze wachten gewoon tot Microsoft uh, de boel heeft overgenomen. En dan gaan ze het pas aankondigen. Daarvoor. Is een beetje uh, onwennig, maar uh, wederom nog een hele tijd geen nieuws. Dan 20 mei 2021. Jason Schreier, toen denk ik nog van Kotaku, maar het kan ook zomaar uh, van Bloomberg uh, inmiddels zijn, want daar werkt hij nu. Die zei: uh, Schiet me niet dood als het niet zo is, maar ik heb gehoord dat Starfield in 2021. Nee, op 20, de E3 van 2021 wordt aangekondigd. Uh, althans, we gaan daar beelden voor het eerst van zien. En dat daar ook een release datum bij komt in late 2022. Dus nu was het dan niet meer 2021. Nee, de E3 juni 2021 gingen we beelden zien met een release datum. En die zou dan eind 2022 zijn. Dat was de E3. Waarvan ik vrijwel zeker weet dat Koos en Jelle er waren. En die waren zo lam als een kanaal. Ik, 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 ik denk dat je dat nogal uh, je van. Uh, um, anders moet je maar even gewoon even googlen. Of op YouTube zoeken. Maar uh, je kan het nogal voor de geest halen. Ze, ze, konden, ze waren te laat. Ze konden niet meer naar binnen in de venue. Maar ze konden wel aan de buitenkant. Daar hingen ook televisies. Vergezeld van wat uh, alcoholische versnaperingen en cocktails. Uh, konden zij de aankondigingen gaan Volgen volgens mij was dat ook de E3, waar uiteindelijk ook nog Elder Scrolls 3 of Elder Scrolls 6 het logo werd getoond. Maar in ieder geval, um, daar zou dan inderdaad de trailer worden getoond. En inderdaad, even kijken, uh, die hebben we gehad. Dan gaan we naar deze toe. Um, dat was de officiële aankondiging ervan: de teaser trailer uh, van Starfield op de E3, waarin we de eerste beelden gingen kijken. En die uiteindelijk dan ook aan het eind van deze uh, trailer uh, een release datum of een release window. Nee, hij liet echt een release datum zien. En die datum was uit mijn hoofd even 11, 11 2022. Dat Is 2022 Een heel mooie mooi datum bij elkaar. 11-11-2022. 11 en 11 is 22. Nou ja, goed, allemaal bij elkaar. Dat, 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 dat klinkt mooi, dat klinkt stoer. In november, logisch, najaar... De meeste games worden verkocht. En uh, ja, dit was de... achteraf gezien niet al te veel... ja, verklarende trailer. Het was wel een vette trailer. Um, het was CGI... maar de beelden die we inmiddels hebben gezien... laten toch wel zien dat dat toch wel vrij... close is bij wat je uiteindelijk in de gameplay gaat zien... En het was intrigerend. Het zei nog niet veel. Uh, het gaf mensen ook het idee uh, dat je dus vanuit je spaceship van de ene planeet naar de andere planeet seamless kon gaan. Nou, inmiddels weten we dat dat ook niet zo is. Uh, maar het bouwde wel weer die hype op. Het zorgde ook weer voor ontzettend veel vragen. Mensen gingen weer fantaseren wat je er al mee kon. Maar in ieder geval wisten we, en ik zal even kijken, ik spoel eventjes door naar het end. Even kijken, komt hier dan zo langzamerhand. De datum. Ja, daar is die, dames en heren. 11-11-22. Wat een fucking mooie datum om een game uit te geven. Um, we wisten het dus. Het zou 2022 worden. Uh, het grappige is dat er nu een soort van, van periode aanbrengt waarin uh, met name tot Howard heel veel interviews deed en waarin er vooral veel vragen werden gesteld over ga je die datum halen. Dat is natuurlijk de angst die we allemaal hadden. We leven een beetje in het post-cyberpunk-tijdperk. Iedereen had bij dit soort ambitieuze games... van holy fucking shit. Ik bedoel, een RPG met al die open wereld... met duizend planeten, man. Dat, dat, ga je dat überhaupt wel goed in elkaar krijgen? Weet je wel zeker dat je dat 2022 haalt? En uh, Howard... Um, ja, die, die switchte de hele tijd een beetje... Uh, bijvoorbeeld, er was een interview met uh, IGN. En uh, de interviewer Ryan uh, McCaffrey, die zei van. Die sprak van uh, een penciled-in deadline. Oftewel, die deadline, die launchdatum van 11-11-2022. Uh, 11 ook, omdat het dan 11 jaar na Skyrim zou zijn. Ze houden daar blijkbaar van nummertjes. Uh, die, die launchdatum, die was met potlood ingevuld. En met potlood invullen betekent. Het is er wel en we gaan ervoor, maar het is niet met inkt. Dus we kunnen ervan afwijken. En uh, Howard zei in dat interview, uh, well, we wrote it pretty hard in that trailer. That felt like some ink. Oftewel, dan zegt hij van, ja, dat, het is gewoon 11-11-22. Dat is gewoon inkt, weet je wel. Dat is een harde deadline. Uh, in andere interviews zei hij van, oké, okay, dat is de deadline, maar goed... De game moet wel goed zijn. Dus dan begon hij weer een beetje te... Ja, een beetje, hij, hij, hij was een beetje aan het wiebelen. Uh, soms weer heel erg direct van het wordt 2022. De andere keer nam hij een beetje een... Uh, uh, hield hij een slag om de mouw, uh, een slag om de arm. En, en we wisten het niet 100% uh, zeker. Um, gaan we naar de datum... Mei 2022. En um, dat zullen... In ieder geval ik, zullen wel een aantal Starfield-volgers... Zullen dat zeker zich nog wel herinneren. Um, het was namelijk de datum dat we deze tweet allemaal zagen. En daar staat... We've made the decision to delay the launches of Redfall en Starfield. Want het was de bedoeling. Eerst Redfall. Toen kwam er ook nog Ezo aan. Uh, een, nieuwe, uh, een nieuwe upgrade. Dat is ook een, een, belang, of een nieuwe uitbreiding. een belangrijke game voor Bethesda. En je wil niet games boven op elkaar stapelen. Niet te dicht bij elkaar. And Starfield to the first half of 2023. The teams at Arkane Austin and the Bethesda Game Studios have incredible ambitions for their games, and we want to ensure that you have received the best, most polished version of them. We want to thank everyone for their excitement for Redfall and Starfield. ja, yeah, for Redfall, that was I wel excited for, but that was just a bit of a That energy is a huge part of what inspires all of us. Thank you for your support. Oftewel, in één keer was die hele deadline weer in limbo. We wisten het niet meer. Er was geen deadline meer. Uh, dat wat we vreesden werd waarheid. Er kwam uitstel. Um, ja, vanaf dat moment hebben we weinig meer gehoord in 2022 en 2023. Heel veel leaks, uh, uh, um, um, ja, roddels, geruchten etcetera etcetera iedereen riep wel uh, bepaalde data uh, ik heb nog iets gelezen van dat het een bepaalde datum in 2022 zou zijn want dan zou um, uh, Yuri Gagarin dat was dan weer de verjaardag van Yuri Gagarin je weet wel de eerste man om uh, die de ruimte inging en nou ja goed uh, 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 omdat een aantal planeten uh, in Starfield vernoemd zijn naar bestaande astronauten dacht men dat dat dan wel de datum zou zijn uh, dat was het niet en eigenlijk pas op 9 juni 2022. Uh, toen kwam er een, een, een echt signaal, een betrouwbaar signaal dat er mogelijk binnenkort en ongetwijfeld zal dat dan weer met de E3 te maken hebben, want we spreken juni dat er een release datum zou komen en uh, het zou hier gaan om een release window. en uh, Dan moet ik even uh, ga ik even naar die pagina toe. En dat is namelijk een screenshot van uh, op uh, Reddit van uh, een, um, een Reddit gebruiker. Uh, die zegt van hey, ik uh, zat een beetje op mijn gamepest te vogelen, op mijn game te vogelen. En ik zag dus, en dan moet je eigenlijk hier naar kijken. Play new games like Star Starfield on day one. En, uh, en dan hieronder staat Starfield Expected early 2023. En toen dachten we, oké, okay, early 2023. Dus dat is januari, februari, maart, april, mei, juni. Een beetje die datum. Dat leek dus die datum op te kunnen gaan. Alleen Redfall was uitgesteld. Uh, die kwam in die, die window. Inderdaad, uh, ESO online kwam met een grote uitbreiding in juni, volgens mij. Dus dat was ook niet helemaal logisch dat het dan zou zijn. En zo kwam men dus heel langzamerhand uiteindelijk uit bij, uh, de, uh, uh, ja, bij, bij de E3 weer, op de E3-periode. Waarin uiteindelijk dan we echt de datum zouden gaan zien: de datum die we vandaag de dag nog steeds aan, uh, vasthouden, aan, aan vasthouden. En dat is 1 september, oftewel 6 september. En uh, dat is natuurlijk uh, ja, deze. Inmiddels denk ik toch wel bekende trailer. En uh, dat is de official uh, date-aankondiging... Uh, uh, waarbij je dan weer... Eh, dat is wel leuk, ze komen weer terug op dat uh, ruimteschip... wat je als eerste ziet. En uh, bij, bij de eerste teaser-trailer... en uiteindelijk het cirkeltjes rond... Uh, wordt dan ook weer getoond de release-datum... die we uiteindelijk nu allemaal voor ons hebben. 1 september Ah, 6 september. Dus dat is een hele lange periode met heel veel onduidelijkheid. Ik, ik, ik kan mij niet herinneren dat er zoveel games zijn. Behalve misschien een GTA, Cyberpunk misschien een beetje. Dat zijn echt die hele, hele, hele grote games. Uh, waarbij ook nog vanuit de studio zelf een hoop onduidelijkheid komt rondom de release datum. Ik bedoel, een Zelda of een Metroid heb je dat nooit. Nintendo doet dat veel beter. Maar hier is zoveel onduidelijkheid over geweest. Hier is zoveel over gespeculeerd. Ik bedoel, ik heb meerdere keren berichten gezien over 30 september, 19, of 30 december, 29 uh, december, meerdere jaren. En dat zijn dan zogenaamde placeholders. Hè? Ik bedoel. Ik heb dat al eens een keer uitgelegd. Winkels, uh, online stores, die, uh, die zetten die games er al vast in. Want dan heb je dat in ieder geval gedaan. En dan zetten ze er een placeholder datum bij. Uh, we kregen dus uiteindelijk de nieuwe release datum. En dat is nooit 29 of 30 december. Niemand lanceert zijn game een dag voor oud en nieuw. Uh, dat zijn de typische placeholders. Het is dus 1 september geworden. En 6 september voor iedereen. Goed. Als je dat dan bij elkaar optelt... of van elkaar aftrekt, whatever. Uh, 2018, eerste aankondiging. 2023, 1 september. Uh, daar is dan de... Uh, de officiële launchdatum. Dat zit daar, als ik goed tel, en ik ben geen hoogstaand wiskundige, uh, dan zit daar vijf jaar tussen. Betekent dat dan, dan dat Starfield vijf jaar in de making is? Nou, nee, dat absoluut niet. Uh, Starfield is veel langer in de making. Maar hoe lang dan? super ambitieus. Ik bedoel, dat is een game die gaan we dan richting de tien jaar toe. Daar is toch wel veel speculatie over. Dat is, uh, tot Howard, Piet Heinz, andere mensen op het test hebben dat nooit echt gezegd. Um, ik ben een beetje gaan zoeken en ik kom meerdere data tegen, maar uh, ik wil in ieder geval al meteen een heel stap terug in de tijd gaan, uh, omdat ik denk dat daar wel een bewijs voor is. En dat bewijs is dan 2013. Want op 2013 werd de trademark, oftewel uh, ja eigenlijk gewoon werd vastgelegd uh, de naam Starfield, de URL voor de website, social media, al dat soort dingen dat werd vastgelegd zodat niemand anders uh, dat zou kunnen. Vastleggen, want dan ben je de lul als iemand dan Starfield.com heeft. Dan moet je heel veel geld betalen. 2013 dus. Dus dat is alweer 10 jaar. Deze trademark wordt niet gemaakt. Deze trademark wordt niet gemaakt. als men geen enkel idee heeft. wat Starfield is. Dus in 2013 was men er in ieder geval. in enige vorm. en enige hoedanigheid mee bezig. Dus dat is in ieder geval al 10 jaar. Uh, ik heb een flink aantal uh, interviews met, uh, uh, met Bethesda-medewerkers gecheckt. Um, veel met Todd Howard. En er is één interview, inderdaad, waarin, uh, waarin. En ik weet niet of het Todd Howard was of dat het een medewerker was. Uh, die in zijn algemeenheid zei dat eigenlijk na de launch van Fallout 4. En dat is 2004. Uh, men bij Bethesda al begon te denken aan uh, Starfield, misschien nog niet de naam, maar wel het idee achter deze nieuwe IP. En deze man zegt: Bethesda started committing manpower to Starfield in uh, after wrapping up production on Fallout 4. Uh, It was a twinkle in the company's eye since at least 2004. Dus 2004. En dan hebben we het bijna over 20 jaar. Um, die, vanaf 2004 is het zaadje dus voor Starfield binnen uh, het bedrijf geplant. En hoe werkt dat dan? Dat is niet dan dat ze in 2004 onmiddellijk levels begonnen te designen en, en artwork aan het maken zijn en de AI en weet ik allemaal wat een complete verhaallijn. Nee, uh, je begint altijd met een core team. En een core team bestaat echt maar uit vijf, zes, zeven mensen... die misschien ook niet eens fulltime aan dat project zitten. Maar zoals ik dat in het interview las... werd er om de zoveel tijd werd er een, een meeting gemaakt... waarin ook andere mensen aanschoven om, om, om van... oké, okay, deze ideeën hebben we nu... En, en als we dit er nou eens bij doen, zou dat kloppen. Ze zijn ermee bezig geweest. En dan, ga je, dan heb je het over... Uh, uh, de eerste visuals maken. Uh, ja... Plaatjes van allerlei dingen die inspiratie leveren uh, bij elkaar zetten zodat je een idee hebt wat de stijl gaat zijn. Uh, men is begonnen met een verhaal schrijven. Uh, men is ook gaan kijken naar welke soorten van techniek heb je, welke soorten techniek komen er aan, kunnen we gebruiken om het idee te vervolmaken wat we in ons hoofd, hoofd hebben. Uh, dus mijn gevoel zegt dat ze er eigenlijk al twintig jaar mee bezig zijn, waarvan tien, elf jaar ook daadwerkelijk. Uh, met het maken, met het programmeren, met de level design, al dat soort dingen van deze game. En als ik dat dan bij elkaar neem, die tijdspannen van zo'n 20 jaar, denken over, denken aan en werken aan die game, uh, dan heb ik wel wat meer vertrouwen dat deze ambities waargemaakt kunnen worden. Ik bedoel, een, een, een GTA 6, daar wordt nu ook al, denk ik, al een jaar of tien aan gewerkt. Hè? Inmiddels full scale, maar eerst met een kleiner team. Dat zijn wel tijden waarin je gewoon een zeer ambitieuze game moet kunnen neerzetten. Anders dan de Assassin's Creed, de Battlefields, de Call of Dutys, die binnen 1, 2, 3 jaar gemaakt moeten zijn. En waarbij je eigenlijk alleen maar gradueel kleine innovaties kan toepassen. Dit is een ambitieus project. 10 jaar werken aan, 20 jaar denken aan. Moet genoeg zijn, als in topvorm zijn, om een waanzinnig product te gaan maken. En. Um, we gaan hem dus niet spelen op Gamescom. Althans, ik heb nu nog geen mailtje daarover gehad. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Die game past daar gewoon niet. Sterker nog, ik denk dat als wij het straks over Gamescom hebben. dat er hier al mensen zijn die een code hebben om deze game te gaan spelen. Ik kan me niet voorstellen dat Bethesda zegt: Hier op 1 september heb je deze code. Die game is enorm. Dan krijg je fucking rare reviews. Uh, ik denk dat we al eerder met die game aan de slag gaan. Maar dat mag ik dan weer niet zeggen. Want ongetwijfeld dat ik daar een NDA voor moet tekenen. Maar dat doe ik dan voor Starfield graag. Kortom, Starfield, um, je gaat er nog meer over horen natuurlijk de komende tijd. Uh, het is wel een beetje de grote klapper van dit najaar. 10, 20 jaar aan denken, aan werken. Het gaat ambitieus worden. Ja.